Dag 2014. Hallo 2015. Gelukkig nieuwjaar! Gelderland is het nieuwe jaar feestelijk en klallend begonnen. Maar ook met vuurwerkslachtoffers en belaagde hulpverleners. Goedemiddag, een extra nieuwjaarsuitzending van Gelderland vandaag. Namens alle collega's wens ik u een fantastisch, vrolijk en gezond 2015. Terugkijken op de nacht, dat doen we zo. We beginnen met een prachtige Hollandse traditie die ook in onze provincie op heel veel plekken rond deze tijd begint. De nieuwjaarsduik. Sonja Booms is in Didam en daar gaan ze zo te water, hè Sonja? Ja, dat is hier op het recreatiegebied Nevelhorst in Didam. Daar staan ze er allemaal klaar voor. Het water is 3,5 graden, niet echt heel warm zou je dus zeggen. Maar ze gaan ervoor hoor, deze wikkels hier. En dat doen ze niet met een startschot, maar ze beginnen met het aftellen. En dan zullen hier deze kinderen en al die anderen dus het baggergat ingaan. Want zo wordt dat ijskoude water hier genoemd. Nou, je ziet ze al staan. Ze bibberen nu al van de kou. Als ik ze zie, dan kijk ik het zelf spontaan ook helemaal koud. Maar ze doen het toch maar mooi, dus ik zou zeggen, ga maar los. Ja, beste mensen, we zijn er klaar voor de 17e nieuwjaarsduik van carnavalsvereniging De Gijzerkamp en Triatlie. En de carnavalsvereniging telt af vanaf 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wat een bikkels, hè, dat ze dat zomaar doen. Nou staan er ook een hoop mensen langs de kant. En dan vraag je toch af van, mevrouw, waarom doet u niet even gezellig mee? Wat zegt u? Waarom doet u niet even gezellig mee? Nou, we kijken naar kennissen. Die gaan ook even een duik nemen. Nou, flink van ze, hè? Wat zegt u? Flink van ze. Flink, flink toch dat ze meedoen? Ja, ja, dat is geweldig hoor, ze meedoen. Ik doe het niet aan, dat weet ik wel. Nou, dat wou ik zeggen. Zeg dan wordt... Dan moet ik 20 jaar jonger zijn, dan zou ik het wel gedaan hebben, nou niet meer. Zeg gelukkig nieuwjaar. Ja. Ja. Kijk, en als deze nieuwjaarsduik nou aan je neus voorbij gaat, dan kun je natuurlijk ook in andere plaatsen, zoals in Hedel en Nijmegen, om 2 uur nog beginnen. Of nog later in Bredevoort om 4 uur, als je per se wilt. Ja, als je per se wilt, Sonja, maar jij hebt als verrassing natuurlijk ook een badpak aan, hè? Ja, adjudant Polly gaat voorop. Oh! En Tim, denk ik even aan de overkant. Ja, Sonja, dankjewel. Ze hoorden het niet of ze wilden het niet horen. Dat zou ook nog kunnen. Een overzicht dus van waar gedoken kan worden, ziet u ook op onze site. Terug naar de afgelopen nacht. In de hele provincie werd het afscheid van 2014 en de start van het nieuwe jaar uitbundig gevierd. Ja, ik wens je een behouden vaart. Ja, feest. Maar zoals we inmiddels al een beetje gewend zijn, vlekkeloos verloopt die nieuwjaarsnacht eigenlijk nooit. Sterker nog, de ME moest 3 keer ingezet worden omdat hulpdiensten belaagd werden. En ook in Oldebroek werden hulpverleners belaagd. En daar staat verslaggever Annemieke Schakelaar. Annemieke, wat is daar gebeurd? Ja, nou, heel Gelderland heeft eigenlijk de twijfelachtige eer dat hier de meeste ME-inzet is geweest in heel Nederland. De rest van het land alleen in Utrecht. En in Gelderland, je zei het al, 3 keer, 2 keer in Nijmegen, 1 keer in Culemborg. En allemaal omdat brandweermensen of agenten dusdanig belaagd werden dat ze hulp nodig hadden van de ME'ers. Ja, en ook hier in Oldebroek was het heel onrustig vannacht. Naast me staat de burgemeester van Oldebroek, meneer Hogendoorn. Vooral in Wezep was het onrustig. Wat gebeurde daar nou precies? Er was een vreugde. De vuur.
Ja, er is wel veel feest geweest in de gemeente, maar helaas aan de Vlasakker, daar is het misgegaan. Daar was de vreugdevuur, was er overigens op meerdere plaatsen toegestaan. Alleen aan de Vlasakker hebben ze zich niet aan de afspraken gehouden. Daar werd het alsmaar groter en groter, steeds meer opgegooid. En uiteindelijk heeft de politie om 4:00 vannacht zich noodzaak gezien om daarbij in te grijpen. En dat ging niet zonder protest? Nee, dat ging inderdaad niet zonder protest. Toen is er ook met vuurwerk geknald en is ook met een steen en met een bierblik naar de politie gegooid. En dat is natuurlijk gedrag wat we absoluut niet kunnen tolereren. Het ging om een groep van 30, 35 jongeren. 4 jongeren heeft u aangehouden, daar moet justitie naar kijken. Maar wat gaat u met de rest van die groep doen? Ja, inderdaad. Het is aan justitie om te bekijken wat ermee gebeuren moet. En dat kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een gebiedsverbod voor volgend jaar aan de orde is. Maar we gaan ook met de mensen daar in gesprek. Er was natuurlijk een aanspreekpunt voor het vreugdevuur. Dus we gaan ook met hen kijken hoe kan het nou zo uit de hand lopen. Want één ding moet daar zijn, voor volgend jaar, herhaling kan niet aan de orde zijn. Nee, dat tolereert u niet meer. Dank u wel. En het was niet alleen hier in de gemeente Oldebroek en in Nijmegen, Culemborg onrustig, ook op een aantal andere plaatsen, waaronder in Waardenburg. Daar gingen heel veel autobanden in de brand en het vuur werd behoorlijk groot. Uit voorzorg werd daar een politiehelikopter ingezet, met name omdat daar vorig jaar de brandweer enorm belaagd werd. Nu bleef het daar relatief rustig. En heel Gelderland zijn in totaal 63 mensen aangehouden. Annemiek, zijn er naast ongeregeldheden ook nog veel vuurwerkslachtoffers dit jaar? Ja, de ziekenhuizen melden ons dat er minder slachtoffers zijn dan vorig jaar. 22 mensen hebben zich gemeld bij de ziekenhuizen. Veel met oog- en handletsel. In Milling aan de Rijn werden 2 mensen toch wel ernstig gewond door een vuurwerkbom. Maar de ziekenhuizen zeggen dus, we hebben het idee dat er echt minder zijn dan vorig jaar. En de ziekenhuizen melden natuurlijk ook goed nieuws. Want er zijn in de nacht van oud op nieuw alweer 7 nieuwe Gelderlanders geboren. Annemieke, dankjewel. Ja, veel Gelderlanders waren met de jaarwisseling thuis, met vrienden of familie. Maar op heel veel plekken waren er ook georganiseerde feesten waar je samen kon aftellen. Erop en neer. Ik vind het gewoon geweldig. Ja, van prachtig opletten, we gaan weer. Het is nog steeds niet afgelopen. Oh, nee. Zeg maar, wat een vuurwerk van zo'n dorpje, man. Allemaal gespaard, hè? Hele dag voor betaald. Feestelijk en liefdevol en het klinkt goed. Vind je het niet goed klinken? Pilletjes geslikt. Nog een keer. Pilletjes geslikt. Ik versta je echt niet. Bent u nuchter? Ik heb alleen gedronken, ja. Ik ben in de kliniek geweest. Ik ben helemaal afgekikt, maar ik heb alleen bako's gedronken vanavond. Ook toen was er behoefte om met z'n allen samen te komen om te bidden, te zingen of wat te vieren. Ook ik ben jong geweest. Vroeger was ik een klein houten kapelletje met een rieten dak. Verscheidene keren ben ik in brand gestoken door de plunderaars. Nou, 1250 jaar voor een leeftijd van een dorp is nog wel heel acceptabel, denk ik. Super trots. Gezellig dorp. Ja? Gezellige mensen hier. Okay. En wonen hier hartstikke mooi, hè? Ja. Wat vond u van die projectie op de kerktoren? Nou, prachtig hoor niet. En dat was een klein dorp, dat kan hier. Dat is wel leuk. Ja, mooi. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet van al die hijsa en dat vuurwerk houden. Zij konden afgelopen nacht terecht op vuurwerkvrije parken, her en der verspreid in de provincie. Maar er zijn er ook die het nog extremer aanpakken. Zij trotseerden de kou en zetten hun tentje op natuurcamping Nieuw Soerel in Nunspeet. Voor een rustig oud en nieuw met gelijkgestemden. Gewoon heerlijk, gewoon op een camping oud en nieuw vieren. Heel in de verte waren de knallen van de vuurwerkliefhebbers te horen. Maar de haters zaten op veilige afstand te genieten van een drankje en al het natuurschoon. Nee, oud en nieuw heb ik geen hekel aan. Vuurwerk wel. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Ja. Ja, ik mis het ook niet. We zien vast wel in de verte wat kleurtjes. Maar gaat u dat taak niet missen, dat u niks kan afsteken? Nee, helemaal niet. Het vuurwerkgeweld hebben de campingbezoekers buiten weten te sluiten. Maar daarvoor moest wel de kou getrotseerd worden. Met een temperatuur van rond het vriespunt is dat best een beetje afzien. Meneer, u zit gewoon te blauwbekken. Jazeker. Ik zat net al even stiekem voor de kachel. Maar we moeten het volhouden. We hebben nog maar 5 minuten, volgens mij toch? 5 minuten? Ja. Dus we hebben nog effies, maar dan is het ook wel mooi geweest. En straks lekker onder de dekens, ja. 4, 3, 2, 1.
Ja, en dan is het the day after. Met of zonder kater staat ons dan nog één schone taak te wachten. De rommel opruimen op straat. In Arnhem begonnen de schoonmaakdiensten van de gemeente daar vanochtend al mee. Wordt alle troep vandaag nu al opgeruimd? In de binnenstad wordt alle troep wel opgeruimd, ja. Alles wat zogenaamde A-gebied is. En de andere wijken die komen in de loop van de week weer aan de beurt. Dus vandaag eigenlijk alleen de binnenstad? De binnenstad en eromheen de ring. We zijn al met 4 veegwagens in de gang in het hele centrum. En dan en nog een aantal jongens zeg maar, die bakken leegmaken en nieuwe zakken erin hangen. En dan is het met de middag, rond de middag is het helemaal klaar. Ligt er meer troep dan voorgaande jaren? Het is makkelijker op te vegen. Vorig jaar was alles nat geregend en toen kon je met mijn labblazen niks wegblazen. En nu is alles droog gebleven. Dus nu kun je alles opruimen wat er ligt eigenlijk. Dus het gaat snel? Het gaat nu een stuk beter dan vorig jaar, ja. Ik denk dat we 2 uur thuis zitten aan oliebollen. En dan nog het weer. De dag begon wat nevelig of mistig. In de loop van de middag trekken er vaker wolkenvelden over. Het wordt een graad of 4. Vanavond trekt de wind aan en vannacht volgt er regen. Het koelt af naar 2 graden. Tot zover deze extra Gelderland Vandaag. Knallend het jaar in en een frisse duik. 2015 is begonnen. Vanavond zijn we natuurlijk om 6 uur met meer nieuws. En nu kunt u gaan kijken naar de toespraak van de commissaris van de Koning, Cornielje. Een fijne dag en tot vanavond.